Yo mensen, jullie kijken, dit is een nieuwe video. Mijn naam is Timo. En we zijn eindelijk weer bij Rebound. Het is best wel lang geleden dat wij bij Rebound zijn geweest. Zeker wel een week. Nee, we zijn al best wel vaak bij Rebound. Alleen we filmen niet altijd alles. Omdat we af en toe dan de laatste 10 minuutjes pas de tricks gooien. En dan ze hebben eigenlijk geen motivatie meer om te filmen. Dus vandaag wel weer. En we gaan gekke tricks doen. En Wessel is er ook bij. Ja, Wessel en ik zijn met z'n tweeën hier, dus het wordt super awesome. Wessel, wat is onze eerste trick die we gaan doen? Dubbel back? Oké, ik ga dubbel back doen. Gelijk mijn eerste trick. Gelijk eerste trick op mijn back. Petje weg. Hup zo, oké, let's go. Zo, ik weet dat het niet zo heel fijn is met de knietjes. Don't worry. Je chef. Soms weet ik allemaal niet wat ik doe. Maar let's go even op zoek. God, what did I know? What did I know? I fell for fools. God, I fell for fools. I know. You are fools, go! Ik doe 5 dab. Hè? 5 dabben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 11. Let's go. Zullen we allebei een dubbel kaboomgie doen? Hier, let's go. Yeah, let's go. Lekker. Mijn benen gingen zeg maar een beetje uit elkaar, waardoor ik te snel in mijn hout. Dus ik moet mijn benen dichter bij elkaar doen, dan sneller draaien. Jij komt altijd zo hoog. Zo hoog, hè. Je vliegt. En, nou ja, je komt niet zo hoog, maar je draait ook zo fucking snel en fucking clean. Dat vind ik mooi. Ik ook. Ja. Maar ik zie nu gewoon altijd van die vlekjes in. Ja, omdat je gewoon moe wordt van de disco licht staan een keer niet aan. Weigelijk. Oké, ik ga hem ook nog één keer doen om te landen. Jij gaat gewoon heel laag. Benen, jij gaat gewoon laag. Ja, maar ik draai altijd snel. Waardoor die eigenlijk minder moeilijk is. Maar mijn benen gaan niet meer uit elkaar. Hop. Dus. Cool. Ik ga dus even bij dit blok dubbel kork proberen. Ik ga hem gewoon doen. Ik heb hem nog niet zo heel vaak in de video hier gegooid. Eigenlijk helemaal niet. Nee, nog nooit. Dus ik ga hem even eentje proberen kijken hoe hoog ik kwam. Ik kwam net best hoog. Dus. Ja, ik ga hem één keer proberen en dan ga ik het gelijk doen. Let's go, want het moet toch weer een keertje. Ik vind hem echt sick. En ik denk dat ik hem wel kan redden. Kijk dan hoeveel ruimte, man. Kom op, man. Ja, ik ga even hoog. Als je nou niet doet, dan slaak je in elkaar. Ik ga hem gewoon doen. Let's go. Kijk. Oh, ik ging zo laag, hè? Ja, maar. Ik stond wel, alleen mijn knieën die hielden niet meer. Dus ik ging in één keer voet. Een soort van Spider-Man achter. Maar jij wel gedaan. Ik ga hem nog een keertje doen. Ja, lekker. Ja. Ik had er gewoon bijna gezicht. Ja. Maar lekker. Ik ging echt gewoon zo. Alsof ik zo met die squats bezig was. Maar sick. Oké. Geland. Zal ik nog één keertje beter cleaner doen? Ja, dat is wel bijna leeg. Hij kan nog wel beter. Ja. Want ik zie dat ik hem een beetje inhoud. Dus ja. Kijk dan, man, hoe makkelijk. Die was veel beter. Hij was. Oh. En nou is mijn dag wel gelijk weer goed. Maar nu moet ik alleen nog die dubbel code, daar ben ik bang voor. Op, wij komen binnen met z'n allen. Je moet zakken tot de van de hele tijd. Niet voor dansen, we dansen altijd. Okay. Let's go. Oké, Wessel, ik ga even wat leuke dingen doen bij de Airbag. Nee, jij deed een vlogger. Is maar met je foto? Ja, tuurlijk, mag wel, hoor. Nice. Hey, Hey, maar Rebound is gewoon dicht, dus ik weet niet. Nou, tot de volgende keer.
Maar Wessel en ik gaan zo meteen eventjes de airbag opblazen, want die staat dus nog niet aan. Dus die moet eerst eventjes aan en dan gaan we weer kijken of we het leuke dingetjes bij Perform kunnen doen. En voor de duidelijkheid, als jullie een rebound zijn, doe het niet na, want het mag eigenlijk niet. En het is vandaag gesloten, dus wij doen het wel. Ja, doe het niet na, want het mag niet. Ja, krijg ik problemen door. Ja. En Wessel, begin toch met de mond opblazen? Ja, ik ga. Yes, ik zei het toch. Kijk, als je ding ook met je mond opblaast, dan gaat het dan best veel sneller dan wat je op pompt, zeg maar. Oké, zullen we even beginnen met een swing gainertje? Ja. We gaan beginnen met een swing gainer. Auw! Ja, dat is pijn, hè? Wacht, hier! Hij gaat dubbel doen, hoor ik net. Cut him! Dat is niet eens swing. Nee. Jij doet gewoon gelijk al. Ja, maar dat komt. Dat kan best snel weg in mijn handen. Ik ga hem nog een beetje manueel swingen. Ja, dat doet echt zoveel zeer, hè? Ik krijg ook gewoon kramp in je vingers. Het zou makkelijk zijn als hij gewoon een trap naar die bal maakt, zo. Ja, of gewoon een rond ding waar je zo. Ja, want dit beetje zeer aan je. Kijk. Een klotenhoekje. It's my fingers. En dat. Ja, je ziet niet zoveel. Nee. Maar ze gaan wel open, denk ik zo. Ik zou het ook nog een keer proberen dan maar. Ja, en als je bent, je front. Ja. Oh, wat een goed sfeer. Lekker gek. Dat is fijn, hè? Ik heb laatst ook nog een nieuw truc geleerd. Die ga ik even voordoen. Ik weet niet. Ik weet niet al welke het is. Volgens mij spelen jullie allemaal Fortnite. Ik speel geen Fortnite, maar ik kan hem wel. Ik wel. Ik snap echt niet hoe je dat kan. Ja, ik weet niet. Ik probeer het ook op de trampoline. Het doet alleen een beetje als je zo komt. Ja. Het doet alleen een beetje zeer als Choco, maar voor de rest is het prima. Dus als je Fortnite speelt op een telefoon, voeg me toe, best wel V15W-streepje. Ja, ik speel geen Fortnite, dus ik kan hem ook niet toevoegen. Maar wel. Aan het begin van de video had ik dus al gezegd dat wij eigenlijk meestal de laatste 10 minuutjes echt gekke combo's gooien of wanneer wij eigenlijk de zin hebben. Nu is het niet de laatste 10 minuutjes, maar nu gaan we wel bezig met onze combo's oefenen. Dus dat gaan we nu even proberen en ik denk dat ik ga beginnen met een Rudy naar dubbel full. Even kijken hoe ik uitkom. Dus we gaan eventjes kijken en ik ga beginnen. Jawel, hè? Ja, makkelijk. Easy, hè? Maar het is gewoon zo vervelend dat ik, als ik mijn twist vooruit, dus de Rudy, draai ik die kant op. En achteruit draai ik die kant op. Dus eigenlijk gewoon de andere kant op. Nou, let's go. Bijna. Sick. Ik, dat is echt naar. Want ik zat in de lucht en ik zat te twisten. Ik dacht, ga ik hem doen of niet? Ik ga hem gewoon nog doen. Almost. Nu hingen mijn voeten in elkaar waardoor ik niet kon landen. Lekker. Sick. Hij was niet heel clean, maar ik kan ermee door natuurlijk. Hij was wel moeilijk. Dat ik gewoon de andere kant op draai. Oh. Ja. Ja, 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 ja. Hij was niet heel clean, maar hij kan ermee door natuurlijk, toch? Ja, die was beter. Yo, dit draait zo snel, hè? Ja. Je pakt ook hoogte. Ik zeg maar, ik ben van zo. Ik ook zo. Ja, maar zo. Ik ben wel blij. Lekker. Ah, hey, dat voelt zo chill om er nu in te gaan. Als je hem helemaal vastzet en je bent boven, dan kun je gewoon doorpakken. Hè? Ja.
Lekker! Hey, ook al first try. Ik had bijna het einde van de tramp ook. Echt een first try, hoor. Jezus, het is best wel eng. Ik zat even schrik op de boom, uit te komen bij de tramp ook, maar ik kwam gewoon uit. Lekker, hoor. Door, nog eentje, doe mijn bek. Lekker, lekker gast, sick. Yeah. Weet je wat hij net nog zei, die jongeman? Ja, ik kan niks vanuit dubbel back. Sick, 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 sick. Nee, dat kan ik zo jong. Die kon ik echt geen dubbel back halen. Lekker. Deze trampoline is belangrijk dat je echt flink verhoogd pakt, want het is natuurlijk geen super tramp. De lange baan is wel chill om te oefenen, dus ben je een keertje bij rebound. Ga echt op de lange baan, dat is echt een aanrader, die is echt fuck chill. Maar je moet wel echt flink verhoogd pakken, maar dat is met elke trick. Dan heb je alle tijd om te draaien en te landen. Ah, je kwam zo hoog uit je eerste, jongen. Waarschijnlijk kon je daar beter door op back uit gooien, maar hij was echt sick. Ik ga weer voor mijn double side naar double side. Die had ik vorige keer gedaan. Waar ik nog één double side achteraan. Hey, dat plek je niet. Maar er was wel een side weer buiten gekomen. Ja, dus ik ga nog even oefenen. Ik zat echt zwaar te twijfelen of ik, hem wel zou inzetten. Maar dat was het denk ik zo. Ja. En Wessel ziet toen ook op zijn smoel gaan. Toen, wacht, hij komt nu in beeld. Hier vol op de rand. En nu heeft hij zijn ribben een beetje verkeerd staan. Ja, kan gebeuren als je dit doet. Wessel mag eerst even een combo doen. We zijn trouwens elkaar een beetje aan het overtreffen. Wie weer iets hoger op doet, zo komen de dagen wel door. Tot nu toe gaan we wel lekker. Oh, maar de dubbel back is er weer achteraan, net zoals de vorige keer. En daarna ging je gelijk weer over de kop. Oké, mensen, ik ben er klaar mee voor vandaag. Ik ook. Oké, mensen, wij gaan er weer vandoor. Zoals jullie zien is het weer donker buiten. Dus we doen een deurtje op slot. En we gaan weer naar huis toe. Vond je het nou een leuk video? Zeker even blauw duimpje omhoog. Moeten we nou weer vaker filmen bij Rebound? Laat ons weten in de comments. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En ben je nog niet geabonneerd? Ga even abonneren. Bijna die 1k. En tot de volgende video. Later.